Je single, de Anne Jansen medley, de tribute to Anne Jansen, hoe je het ook maar noemen wil. Altijd. Daar gaat het nog steeds heel erg goed mee. Maar je moet wel weer een beetje vooruitkijken natuurlijk. Ja, sowieso. Het gaat er hartstikke goed nog met de single. Aangezien die 5 december is hij uitgekomen en hij draait nu nog volop mee in de hitlijsten. Dus daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar langzamerhand zijn we uiteraard wel weer langzaam aan het nadenken van... Nieuwe single, waardige opvolger. Ik heb contact gehad met Henny Thijssen weer, mijn vaste tekstschrijver. Dus die is langzamerhand zijn ze weer aan het iets aan het bedenken. Het is toch wel de bedoeling een waardige opvolger voor deze. Toch wel de uptempo nummers, want dat past toch wel een beetje bij mij. Een beetje richting de feestgehalte, zeg maar. Lekkere Polonaise muziek. Ja, dat is toch wel bij me pas en dat willen de fans ook graag van mij. Dus er zal ongeveer zoiets gaan worden. Ik zit ongeveer een jaartje of 4 bij Henny dan. Nog langer trouwens nog. Maar Henny die weet nou wel ongeveer wat ik wil. Dat is natuurlijk wel prettig werken. Hij vindt toch wel de Tommy Smit sound is toch wel de flottere sound. En ja, het is toch wel wat die teksten die hij me altijd aanlevert. Het is toch altijd 99% dat wel goed al is, zeg maar. Dus een klein beetje veranderd moet worden. Maar het is allemaal op één lijn gelukkig. Mijn wens is toch wel dat hij richting de zomer toch wel uit gaat komen. Ja, lente, zomer. Dat toch wel een zomerse single gaat worden.